Hoi en welkom of welkom terug op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie zien hoe ik het doucheputje schoonmaak. En ik begin daarbij altijd met het maken van mijn eigen reiniger. Normaliter heb ik deze gewoon nog in de fles. Maar speciaal voor jullie maak ik hem even opnieuw, zodat jullie zien hoe ik deze maak. Het is een recept van Clean My Space, een Canadees schoonmaakkanaal. En het bestaat uit 1 kop azijn, een halve cup water en wat essentiële olie, 20 druppels ongeveer. Het liefst eigenlijk tea tree, maar die had ik niet meer, dus ik heb gewoon orange gebruikt. En verder heb je nodig een tandenborstel of iets anders wat smal is. Een keukenrol, handschoen heel belangrijk, de spray en een sponsje en microvezeldoek. En ik begin met de emmer te vullen met Eco voor Alles reiniger. Het kan een willekeurige allesreiniger zijn en dat vul ik aan met gewoon heet water uit de douche. Want hier kan ik vervolgens alles in laten weken. Ieder doucheputje is trouwens anders, dus kijk heel goed naar hoe het doucheputje in elkaar zit. Maar zoals je ziet was mijne echt weer hoog nodig om schoon te maken. Ik vind het echt een verschrikkelijk klusje, dus ik stel het helaas net wat te vaak uit. Ik verwijder eerst de ergste haren en vuil met wat keukenpapier. En dat kan ik dan makkelijk weggooien, want het is echt heel goor en het stinkt best wel. Als je dit wat beter bijhoudt, dan zal het wat minder erg zijn. En vervolgens gooi ik hem in de bak met water en allesreiniger en laat ik hem een kwartier tot half uur weken. En hetzelfde geldt voor het dekseltje dat erop zit. Voor de duidelijkheid, ik maak het doucheputje alleen schoon en ik ga het niet ontstoppen. Het verschilt echt per afvoer, maar ik kan dit loshalen om voornamelijk onder het randje het schoon te maken. Hier is dus mij nog niet onder schoon gemaakt. Ik heb het zelf nog niet echt kunnen doen. Een abonnee wees me erop. Ik ben helaas even je naam kwijt. Maar jij gaf aan van je kunt het ook losmaken en kijken wat eronder zit. Nou, echt mega goor. Dat zul je ook nu zien. Echt te ranzig voor woorden gewoon hoe het eronder uitzag. En wat je ziet, dat zijn voornamelijk zeepressen die achterblijven. En dan krijg je dus dit. Het kapje gooi ik ook om te weken. En de rest spreek ik goed in met het mengsel van azijn, water en essentiële olie. En dit laat ik ook een kwartier tot een half uur gewoon intrekken. Ben vooral ook niet te zuinig met de azijn, gewoon lekker flink insprayen. Nadat het ingetrokken is, spreek ik nog een keer eroverheen om het nat te maken. En dan kan ik met een sponsje heel voorzichtig de rubber schoonmaken. De binnenkant van het doucheputje probeer ik ook altijd met het grotere sponsje, maar het makkelijkste is eigenlijk met de tandenborstel. Dan kom je ook in alle hoekjes en gaatjes. Je ziet dat het hier bij mij wat naar beneden duwt. Let dan ook heel goed op als jij dat ook hebt als je hem daarna gaat schoonspoelen. Want bij mij lekte die daardoor een beetje. Ik weet niet of dat hoort, maar dan weten jullie dat jullie zelf even opletten. Wellicht is het slim om dat gewoon niet te spoelen als het los zit. Want gewoon de viezigheid weghalen met een doekje, dat helpt ook al heel erg. En dan kun je daarna gewoon weer vastzetten. Hierbij ga ik hem dan schoonspoelen. Op zich is dat wel heel erg makkelijk. Maar ja, let er dus even op. Bij mij ging het dus net tot er langs, waardoor het wat ging lekken. En dat is dus niet de bedoeling. Maar het is in ieder geval wel op deze manier helemaal schoon. Wanneer ik dat gedaan heb, spreek ik ook het kapje even in met wat azijn. En vervolgens neem ik deze ook af met een sponsje. Het ging er heel erg makkelijk af. En doordat het ook heel lang geweekt is, hoef je minder hard te boenen. Gewoon lekker het schoonmaakmiddel het werk laten doen, zodat je zelf zo min mogelijk hoeft te doen. Vervolgens dep ik het ook even een beetje droog. Ik weet dat het daarna ook wel nat kan worden, maar dan is het in ieder geval droog op elkaar. En dat vind ik toch een wat fijner idee. En dan kan ik het kapje weer erop doen en het vervolgens gaan vastschroeven. Zoals je ziet zakt hij hier wat naar beneden, dus ik moet hem zelf even omhoog houden om hem goed vast te kunnen zetten. Dus mocht je toevallig dezelfde afvoer hebben, dan is dat gelijk een tip. Houd hem even vast, zodat je de schroeven weer netjes erin kunt doen en die ook weer helemaal lekvrij is. Vervolgens pak ik de afsluiter, die is volgens mij ook voor de geur af te sluiten en om de haren op te vangen. En die maak ik schoon met het sponsje. En waar ik moeilijk bij kan, pak ik de tandenborstel. Dit is een tandenborstel die ik alleen maar voor het doucheputje gebruik, want ik vind het echt te goor om het voor iets anders te gebruiken. Dus de oranje kleur weet ik, gebruik ik alleen maar daarvoor.
En vervolgens spoel ik hem af en droog hem ook even na, zodat alles weer eraf is en hij helemaal schoon is. Het dekseltje van mijn afvoer die is al heel erg oud en die is ook niet meer echt schoon te krijgen. Het was al zo toen ik hier kwam wonen, dus dat, ja, je kunt boenen wat je wil, dat is gewoon versleten. Maar het is in ieder geval wel weer schoon, ook al ziet het er niet altijd zo uit, het scheelt wel al heel erg. Je zult zo wat beter zien wat ik bedoel. Hij is in ieder geval schoon, maar dat, ja, is gewoon weggevreten. Dus ja, beter dan dit krijg ik het niet en heb ik ook opgegeven. Vervolgens stop ik het terug en doe ik het dekseltje erop en dan is het doucheputje weer helemaal schoon. Het water schud ik meestal weg in een wasbak, omdat ik dan, ja, dat niet weer in het doucheputje heb. En vervolgens spreek ik ook even de douchebak in met wat azijn en dan spoel ik dat gewoon even na. Ik heb dan niet echt heel erg op geknoeid, want ik heb het gelijk weggeveegd, maar dat vind ik toch net wel een fris idee. Dit is dus een filmpje hoe je een doucheputje schoonmaakt en niet hoe je hem ontstopt. Want dat weet ik niet, ik heb daar nog niet last van gehad gelukkig, omdat ik hem wat bijhoud. Hier nog de before en after beelden, echt een hele grote verandering. En ik hoop dat jullie iets aan mijn tips hebben gehad. Abonneer je op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En verder wil ik jullie weer bedanken voor het kijken en tot de volgende video. Doei!